Zo, er zit een nieuwe stander op de fiets. Nou kijk, nou kan de fiets weer prachtig staan. En nou is hij geschikt om in de nieuwe fietsvakken te zetten. Het moet volgens de gemeente over en uit zijn met de overlast door verkeerd geparkeerde fietsen in de binnenstad. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de gemeente sinds kort een nieuw parkeer je fiets in een vak project. Maandagmorgen werden de fietsparkeervakken in de Brugstraat in gebruik genomen. Fietsers konden in een tent van Werkpro tegenover de supermarkt gratis een standaard laten monteren. Ik vind het een heel goed initiatief, want er was altijd veel overlast van fietsen voor de winkels. Dus dit is een goede oplossing voor hier in de stad. Nou is het idee dat fietsen hier korter blijven staan. Denk je dat dat gaat werken? Ja, ik denk wel dat het gaat werken, omdat vooral winkelend publiek denk ik hun fiets hier neer gaat zetten. Een goede standaard, staat of valt het al bij. Heel veel studenten die hebben een fiets, nou als die rijdt zijn ze al blij en die willen geen cent uitgeven voor die standaard. En die komen hier dan blij bij ons aan en dan zetten wij er een standaard onder. En dan doen we toch, proberen we iedereen een beetje op te voeden om de fiets op de goede plaats neer te zetten. Hè? Je fiets op de standaard en een fietsparkeervak parkeren, dat is wat de gemeente wil. Het idee is dat je de fiets dan korter laat staan dan wanneer je hem in een vast fietsenrek zet. We hebben in de Brugstraat een aantal fietsproblemen geconstateerd. Met name bij de Albert Heijn en bij Albertus Magnus. Nou, daar willen we graag wat aan gaan doen. Daar hebben we nu twee fietsklemvakken verwijderd en vier fietsvakken aangebracht. En wij hopen daarmee dat het straatbeeld een stuk mooier wordt. In totaal zijn er vandaag 200 fietsstandaards beschikbaar. Als er na vandaag nog standaards over zijn, kun je je melden bij Werkpro in de Boteringenstraat. Je krijgt dan alsnog een gratis standaard. Dat is weer inclusief gratis montage.